yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. It's a party over here. Yo guys, jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan wij weer een van de wekelijkse, maandelijkse game-modes doen die Infinite Warfare er elke keer weer in pompt. Dat is namelijk de game-mode Mayhem. En voor de mensen die Mayhem nog niet kennen, het zit er al 2 of 3 dagjes in. Dus je zou het misschien wel kunnen kennen. Mayhem is zeg maar een team deathmatch uit mijn hoofd. Ja, een team deathmatch. Alleen jouw score streaks die resetten niet wanneer jij doodgaat. Dus je blijft ze zeg maar opbouwen, opbouwen, opbouwen. Dat is ook de reden waarom ik zulke hoge scoreskies aan heb staan. Want als je dood bent, ga je punten gewoon niet terug naar nul. Dus het is gewoon killen, 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 killen. En scoreskies inroepen. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik heb Shock Sentry aanstaan. Een Warden en de APX3 uit mijn hoofd heet dat ding. Ik weet trouwens niet hoe dat ding uit mijn hoofd heet. Want ik gebruik dat ding niet. Maar we gaan gewoon proberen de streaks gewoon lekker in te roepen. Als we doodgaan maakt het dus helemaal niks uit. Dus let's fucking go. Je zou in principe denken dat het Deathmatch dan ook zo gaat tellen, maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is alleen scorestreaks. Het zou wel geen hel zijn als dat zo was, jongen. Als er een bug was waardoor de Deathmatch streak gewoon door kon gaan. Dat zou geniaal zijn geweest. Gewoon een bug en dan dat. Nou ja. Maar die zit er denk ik niet in. Ik denk dat Infinite Warfare nog wel zo slim is om dat te checken. Maar ik ben benieuwd, jongens. We spelen op een Retaliation. Ik speel met de K-bar dit keer in plaats van de MV4. Omdat de K-bar gewoon iets sneller schiet. En daardoor doe ik het eigenlijk het meeste. Hij heeft gewoon een soort rapid fire. Waardoor die wel iets minder damage heeft, maar gewoon sneller schiet. En daar hou ik gewoon van. Maar dat weten jullie allemaal. Dat hoef je niet één keer te vertellen. Oh, god. Oh, wat? Geen één hit fire was raak. Oh, nou ja. Nou moeten we weer opnieuw aan onze kill. Ha, bent er. Toch niet. Oké, okay, Shock Sentry hebben we. Die zetten we neer. Hoppa, ze hebben 1 kill nodig voor de Warden. Haha, ik heb nagedacht. Uh-oh, hij zit achter me. Oh, op mijn punten. Oh nee, toch niet. Laat maar, never mind. Haha. Love it. Ja, maak mijn Shock Sentry maar kapot. Die zijn bang, hè? Pussies. Hero. Een Warden, kut. Een Warden, jongen. Die schieten ze natuurlijk ook meteen af. Want er zijn natuurlijk wel mensen die daar denken. Die gewoon een bazooka hebben of een launcher. Ik hoor mensen al gewoon op die Warden schieten. Dat hoor ik gewoon al. Ja, ik hoor nog een keer een ontploffing. Of dus een raket die hij afschoot. Mijn Warden. Maar er zijn mensen sowieso wel aan het aanlokken op dat ding. En APX3 heb ik. Boeia. En dit gaat hard straks nu hoor. Dit gaat straks hard. Let op. Let fucking op. Mijn Warden maakt geen 1 kill. Maakt niet uit. Blijf van mijn Warden af. Kijk, nu maken we wel kills. Ja, en nou, mensen, gaan we rage quitten of niet? Ik ga die APX3 in ieder geval inroepen. Kom maar. Le putemel. Ik heb hem maar 1 minuut, dus we moeten er echt wel een voordeel uit halen. Proberen te halen. Waarom zie ik geen enkele enemy? Hallo? Enemies? Oh, daar. Ik zag er 1. Kom hier. Waar de hel ben je? Je bent hier ergens. Waar zijn de enemies? Ah, daar. Dankjewel, hè? Kan ik naar boven? Ja, kan ik naar boven? Dankjewel. Nee, ik kan de enemies maar niet vinden, man. Hoppakaas. Thor missiles. Wacht, ik ga proberen. Ik heb nog 7 seconden. Nee, kan niet. Jammer. Ik kan die Warden er niet uit proberen te schieten. Waar, waar, waar? Oh, daar. Doei. Woo! Let's go, doorgaan. Oh, ik ben dood. Hoppakaas. Oh, ik maak er nog een kill. Ook of niet, hè? Huh? Ik krijg opeens 100 punten erbij. Ah, shit. Oké, okay, nu hebben zij streaks. Oh, die zijn eruit. Let's go. 21 kills. Oh, ze hebben nog een Warden. Dat snap ik best. Oh, nog één daar. Die ga ik niet challengen, ik ben bijna dood. Oh, wat? Kom maar. Kom dan. Ik ben benieuwd waar hij gaat verschijnen. Daar dus gewoon. Sneaky bastard. You sneaky bastard. Scheiße. Warden. Niet killen. Dankjewel teammate. Deze ga ik gewoon challengen. Oh, wat?
Zo, dit in combinatie met die game mode dat je zeg maar je payload sneller krijgt. Hoe kunnen wij bijna verliezen eerlijk? Hey, serieus. Ik heb bijna mijn shock sentry, gelukkig. We gaan nog verliezen ook als het zo door blijft gaan, hè. Ik moet nog één kill voor die shock sentry. Kom op. Kom op. Eén kill voor de shock sentry. Dan kan ik meteen doorgaan voor die warden. Yep. Die zet ik hier neer. Maar ja, die robots zitten ook. Shit. Warden is eruit. Ik hoor dat er een Apex in is geroepen. Dat is zo'n ding natuurlijk dat ik heb. Oh god. Ik heb een warden. Dus mijn warden kan er in principe nu ingeroepen worden. Niet, want teammate heeft een warden. We gaan even op dat ding schieten. Lekker bezig, teammates. Let's go. Zo moet het gaan, man. Kom hier. Fuck. Zijn we die shit eerder, man? We hebben een Advanced Urfido. Dat maakt heel veel goed, maar... Ja, ik schiet liever op dat ding eventjes dan... Fuck, we gaan verliezen ook, jongens. Ik kan mijn war niet inroepen, niks. Shit, dit is dus het irritante als we die enemies te veel kills geven. We moeten sneller zijn, man. Sneller en efficiënter. Shit, kom op! We staan achter. Waarom kan ik mijn war niet inroepen? Dit is heel erg irritant. Kom op. Lekker, let's go. Oké, lekker. Teammates warren gaat lekker. APX 3 heb ik. Op bokken. We moeten nu kills maken, jongens. We moeten nu kills maken. Kom op. Kills, dat is wat telt. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Hitmarkers. Hitmarker. Fucking hell! Yes! Gewonnen! Let's go! Zo doet hij het, jongen! Let's go, man. Alsnog gewonnen. 33-13. Holy shit, jongen. Deze freaking... Oh, deze game mode, die bezorgt je koppijn, jongen. Want op een gegeven moment krijgen de tegenstanders alleen maar killstreaks. En dan heb jij killstreaks die je erin wil roepen. Maar dat lukt weer niet. En wat is gebeuren? Oh my god. We hebben nog net gewonnen met 2 punten verschil. Let's go, man. Woo! Deze game mode... Is een toppetje. Ik vind het best wel redelijk leuk. Want je kunt constant je killstreaks inroepen. En in principe als je goed gaat. Dus yes. Super chill, jongens. Deze game mode zal er waarschijnlijk voor een limiet tijd in zitten. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar ook wel weer goed. Want het is wel echt een game mode, zeg maar. Waar heel veel, heel veel paniek in zit, zeg maar. Dus dat is wel leuk. Maar Game of Mayhem, jongens. Ik zou zeker ze eventjes uit gaan checken als jij gewoon lekker wil kutten met je scorestreaks. En als jij nog challenges wil halen met je scorestreaks. Dus aanradertje. Dus jongens, mocht je deze video leuk hebben gevonden, laat even een blauw duimpje achter. Ben je nieuw op mijn kanaal, check mijn kanaal uit voor mijn video's. Abonneer je op mijn kanaal, wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik jou weer terug bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Later, jongens.